Goedemiddag, welkom vanaf de Zwarte Cross. We zijn live en als je achter me kunt zien, heb ik vier hele mooie kerels achter me. Zwarte Cross staat bekend om het bier, om het festival, om de cross. Nou ja, voornamelijk om het bier natuurlijk. Een gezellig biertje op z'n tijd is erg lekker. We gaan een eetwedstrijd doen en het draait allemaal om deze hele mooie sokken. Kijk maar eens eventjes. Deze sokken zijn al 2 dagen uitverkocht. En we hebben deze kerels gestrikt. Die willen dat ook wel. 4 mannen, 1 paar sokken. We gaan even kennis maken. We hebben 2 mannen van de Dutch Grill Store. Zij sponsoren de broodjes. Wat is je naam en waar kom je vandaan? Ik ben Matthijs en ik kom uit Holte. Ik ben Simone, ik kom uit Zelden. Jullie kennen deze broodjes door en door, hè? Ja. We hebben hier vaak genoeg gestaan en genoeg broodjes verkocht. Want hoeveel zit er in dit broodje? Wat zei je? Hoeveel vlees zit er in het broodje? Twee vlees per bal. Gaat nu al fout. Dat is niet niks, dus ik ben benieuwd. Ja. Gaan we blijven eten. Gaan we even naar de 2 buitenstaanders, die kennen het broodje niet. Ik begin met Hilbert, was het toch, hè? Ja, Hilbert. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Lelystad, maar ik woon in Enschede. Ik studeer op de UT daar, dus vandaar. En aan mijn linkerzijde heb ik? Douwe. En je komt van? Uit Friesland, maar ik woon in België. Oh, we hebben een international hier, we hebben export. Maakt niet uit, het past allemaal heel goed bij elkaar. Hey, wat is je tactiek? Gewoon door blijven eten. En ik heb zo'n gevoel dat de kotsemmer wel van pas gaat komen. Ja, want ja mensen, we hebben een kotsemmer. Als mijn cameraman even naar beneden kijkt, dan zie je inderdaad de kotsemmer. Hey, en Douwe, hoe graag wil jij deze sokken? Heel graag, want deze sokken zijn totaal uitverkocht en het is mijn maat. Nou, dat is echt op het lijf geschreven. Ja, maat 46. Want draag jij vaak sokken? Jawel, ja. Dus ze komen zeker van pas? Ja, ik denk het wel. Maar ik heb wel maat 47, dus dat is wel een beetje zuur. Maar als die past, dan rekt het wel. Het rekt vast. Ik zal even de omgeving nog even schetsen. Ik heb hier aan mijn zijde de broodjes. Ik heb een assistente met de kotsemmer, een mobiele kotsemmer. En eigenlijk al deze mensen om ons heen, die zijn natuurlijk super benieuwd wie er gaat winnen. Het doel is, we gaan 7,5 minuut gaan we deze wedstrijd doen. En wie dus in 7,5 minuut de meeste broodjes heeft gegeten, die wint deze sokken. Ik ga zo de timer even pakken, die doe ik op mijn mobiel. Heren, zijn jullie er klaar voor? Je mag het broodje alvast vastpakken. En ik wil met iedereen gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Je ziet aan de rechterkant, die gaat met grote happen. Terwijl aan de linkerkant, die doet er wat traag over. Misschien is de tactiek, ik weet het niet. Hoe zijn die eerste happen? Ja, super lekker. Oh, dat is een verkooppraatje. Ja. Ik zie jou heel vies kijken. Joppiesaus. Oh, je houdt niet van joppiesaus? Ja. Nou, dan sterkte. Lekker glasje water erbij. We zitten op 1 minuut inmiddels. 1 minuut. Jij telt de punten, hè? Ja, ik doe het. Hou je het allemaal goed in de gaten? Zeker, maar ze gaan nog niet zo snel. Nee, het gaat een beetje traag. Oh, de eerste servetjes worden gepakt. Oh, dat is schuld, dat is schuld. Hij geeft aan zijn kameraad. Ja, pak de lege bakjes maar. Oh, de eerste broodjes zijn op. Douwe heeft een broodje op. Matthijs aan de linkerkant heeft een broodje op. En de 2 middelste die hebben er moeite mee. Jongens, kom op hè. Jullie lopen achter. Kom op. Deze mannen
dit publiek hierachter, die is ook broodje aan het eten. Broodje, jullie eten ook broodjebal, hè? En die mannen voor je, die eten ook gewoon... Mogen we ook meedoen? Nee, Je zit net te laat. Oh, shit. Hij is wel lekker. Hij is lekker? Ja. Nou, goed. Gaan we weer terug naar de tafel. Bij Hilbert is bijna... Je bent iets te vroeg, assistent. Even kijken. Matthijs ligt voor. Matthijs ligt op kop. En de laatste hap gaat naar binnen. Slokje bier erbij. Hij heeft zijn tweede, hè? Assistent. Als ik hem neerzet, dan raak ik in de war. We gaan eens even kijken. Ja, we hebben een nieuwe. Ook Douwe heeft zijn broodje op. Hoe, eens even kijken of mijn cameraman mij ziet. Een moment. Hoe voel je op dit moment? Ja, ga wel steady. Het is geen sprint, het is een marathon. Dus je moet gewoon blijven gaan. Oh, dat zijn de leuzen, hè? Dat zijn de leuzen. Even kijken. Ik heb hier de vriendengroep, hè? Ik heb hier de vriendengroep van Douwe. Ja. Zien jullie hem dit winnen? Zeker. Ja, zeker. Los. Met twee ballen voorsprong. Hij is er namelijk gewend om ballen in zijn mond te hebben. Ja. Kom op, Douwe. Douwe, ik heb Douwe trouwens gevonden. Ik heb hem gerecruiteerd. Dus je bent van mij. Dus kom op, hè. Even je best doen. Beste beentje voor. Beste burger voor. Oh, ik mag hem niet te veel afleiden. Oh ja, tijd. We zitten op 4,5 minuut. 4,5. Douwe, kom op. Je hebt er nog maar 3 op, joh. Ik ben halve achter. Is de emmer al nodig? Nee, dan misschien naar een hoor. Kijkt een beetje moeilijk. We zitten op 5 minuten. Wie staat ervoor? Matthijs ligt voor, hè? Ja, zeker. We hebben weddenschappen afgesloten. Wie ging winnen? De meesten hebben ingezet op Timo. Foute keuze. Zeker. Emmer. Gaat het? Jawel. Het gaat? We zitten op 6 minuten, nog 1,5 minuut. Nog 1,5 minuut. Slokje water. En we zitten op 7 minuten. Nog een halve minuut.
Het gaat tussen Douwe. Het gaat tussen Douwe en het gaat tussen Matthijs. Nog 15 seconden. Jij houdt het in de gaten, hè? Oké. 5, 4, 3, 2, 1. Stop de tijd. Ja, nu dan. Stop met eten, stop met eten. We gaan de broodjes confisceren. Jongens, ik kan er niet naar kijken. Ik word er een beetje misselijk van. Oké. Laten we de broodjes even... Laten we de broodjes ervoor zetten. Dit is het broodje van Douwe. En dit is het broodje van Matthijs. Dit is Douwe en dit is Matthijs. Hebben we een weegschaal achter de... Hebben we een weegschaal? Nee. Even kijken. Laten we het even achter in het bakje leggen. Zo. En zo. Ja, ik vind het. Misschien kunnen we doen wie het eerste het restje op heeft. Jongens, oké, we gaan even bedenken. Heeft iemand hier een weegschaal? Weegschaal? Nee, we hebben geen weegschaal. Ja, we gaan doen. Wie het eerst het restje op heeft. En doorgeslikt. Horen jullie me? Ik heb niet gespuugd. Jullie krijgen allebei je broodje terug. En wie als eerste zijn broodje op heeft. Oké. Hey, jongens. We gaan even stoppen. Stop. Je mag één hap nemen. Eén hap. Oké. Zet ze even naast elkaar neer. Naast elkaar. Jullie twee. Sorry jongens. Hilbert en Timo. Daaruit. Even kijken hoor. Laat je broodjes zien. Je mag nog een hapje nemen dat je even groot bent als deze. Ik denk dit is wel gelijk, hè? We gaan even zorgen dat de mond leeg is. We nemen hier even de tijd voor. We zijn nog niet klaar. We nemen hier even de tijd voor, want we gunnen deze mannen natuurlijk deze sokken. Oké. Laten we afspreken. Wanneer je het broodje op hebt, moet je je mond open doen. Tong naar buiten, zoals jij doet, ja. Kan je dat ook? Het maakt niet uit dat het vies is. Het gaat om een broodjebal. Ja, oké. Dat moet je doen als je klaar bent. Ja? In 5, 4, 3, 2, 1, go! Nou, het is spannend. Een slokje bier erbij, een slokje water erbij. Douwe heeft het moeilijk. Nou, de laatste hap gaat bij hem naar binnen. Even uitzoomen. Even kijken. Jullie hebben allebei... Ja, het mag inderdaad niet meer uitkomen. Ja! We hebben de winnaar! Nou, jongens. Nou, dan ga ik er even achter. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt deze overwinning? Ja, goed. Want onder onze collega's hadden we een pool gehouden en zo. Maar niemand had... Oh! Nou, pak je moment, hè. Niet zuinig. Nee. Even, je had een pool gehouden. We hadden een pool gemaakt en ze hadden het nieuw... Oh, dat is eerst smakelijk zo. Maar niemand had vertrouwen in mij. We onderbreken het interview.
wel goede televisie. Dit is zeker goede televisie. Douwe, gaat het een beetje, jongen? Ja, ik ben een beetje verdrietig dat ik verloren heb. Ik snap het, schat. Ik snap het. Ja, maar er is ook een webshop. Dan moet ik sokken daar maar bestellen. Goed dat je het positief houdt. Ja. Je pakt je verlies goed. Hey, ik wil je super erg bedanken voor deze prachtige beelden. Dankjewel, Anna. Hoi. En jongens, de winnaar van de paar sokken. Hey. Da-da-da-da. Top. Applaus. Nou, dat was hem dan. Onze live wedstrijd, onze eetwedstrijd vanaf de Zwarte Cross. Ik werd er een klein beetje misselijk van en ik hoef geen balletje gehakt meer. Ik ben er klaar mee voor de volgende komende maanden. Dankjewel voor het kijken en tot onze volgende. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Download onze gratis app.